kijkers van DusDavidCraft, welkom bij een nieuwe EpicBot. Vandaag ben ik nog steeds mijn vleermuisje. Kijk, ik ben Nick. Hi! En wij gaan vandaag iets doen. We gaan iets doen. No shit, we gaan iets doen. Oh, ik dacht de hele dag gewoon hier zouden staan, alleen maar praten. Nee, we hebben echt iets te doen vandaag. En we gaan een dinosaurus proberen te vangen. En die wil ik dan, ik denk eigenlijk bij Mardik neerzetten. En dan zeg ik groetjes Duffy. Dat ik die echt een beetje tegen elkaar uitgespeeld heb, dat lijkt mij wel heel erg leuk. Als ik het gedaan heb, dan ben ik wel een beetje tevreden voor vandaag. Nou, jullie zijn waarschijnlijk ook tevreden, want ik heb weer iemand gekozen. En dat is Stout_Boefje. En Stout_Boefje die zei, ja, het heeft toch geen zin om het te proberen, maar mijn Minecraft daar is. Nou, Stout_Boefje, ik hoop dat jij kijkt, want ik heb je er wel degelijk neergezet. En kijk hoe stoer je eruit ziet met je dubbele shotgun. Ziet er super lijp uit. En dat betekent dat de volgende persoon hier terecht mag komen. En dat is de persoon die een reactie achterlaat met zijn Minecraft naam natuurlijk. En ook even een like achtergelaten hebben. Als jullie het allemaal even zouden willen doen, of je nou wel of niet op het standbeeld komt, zou dat heel erg fijn zijn. Want ja, dat is een beetje het Epic Mod Army op deze manier, hè. Mooi kleed, prachtig. Wij moeten daarvoor, als we naar de dinosauruswereld gaan, een safari net hebben. Maar ik weet niet of je daar alles mee kan vangen, eerlijk gezegd. Dus we hebben er nog een paar. Oeh, we hebben niet zoveel meer. We moeten binnenkort weer even op jacht dan, denk ik, naar die dingen. Zo. Ja, het kan anders. Je kan ook natuurlijk dinosaurus-eieren fixen. Weet ik. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Oké, volgens mij moest ik... Is dit een portal die gewoon werkt? Kunnen we dan inspringen? Is dat echt zo makkelijk? Of moet je weer via dat stomme stoeltje doen? We nemen er even genoeg mee, I guess. Oké, drinken. Oké, we hebben het stoeltje niet meer nodig. Gelukkig maar. En hoppakee. Oké, nu gaan wij in de dinosauruswereld dus een dino vinden. Een mammoet! Beter kan dat! Oh my god, die wil ik hebben. Of een pterodactylio. Nee. Nee, zo één. Please zeg me dat het wil. Hallo? Voor mij zijn die beesten veel te groot. Dit wil echt totaal niet. Misschien deze wel. Hallo? Oh my god, je kan hier dus... Je kan hier... What happened? Voor mij had ik er een en heb ik hem weer vrijgelaten. Oh my god, are you kidding? Ik heb hem gewoon! Guys, ik heb een mammoet. Is het echt zo makkelijk? Holy shit. Willen we nog iets anders doen? Willen we nog jagen op iets of zo? Ja, hier gaan we even niet mee fucken. Die zijn echt heel groot. Die zouden we kunnen pakken. Nee, deze heb ik al. Dit stomme beest. De fuck is hier gebeurd? Je kan ze ook gewoon niet killen, hè, die dingen. Verschrikkelijk moeilijk. Nou, missie is in principe wat mij betreft al geslaagd. We kunnen terug. Dat moeten wij doen door nog zo'n dingetje te drinken. En dan springen we erin. En dan gaan we. Bam. Bots. Awkward. Waarom zou dit niet willen? Moet ik dan misschien uit... Morph? Nee. Als ik hier vast kom te zitten, heb ik een probleem. Dit was wel de manier volgens mij. Het werkt gewoon niet! Hoe ga ik ooit terugkomen? Dit is gewoon een... Dit is een fuck-up in de code. Shit. Oké, TP Biome Seeds, dat wil natuurlijk helemaal niet. Oh my god, zit in dezelfde mansion. Hoe de hel moet ik dit oplossen? Ja. Een portal bug. Great, dat konden we echt even gebruiken. Ik heb er nog één. Wat is er dan mis mee? Waarom zou dit niet lukken? Heeft het te maken met dit ding? Ik weet het niet. Ik ga het proberen. Ik ga de mammoet hierin doen. Dat is het enige wat ik veranderd heb, voor zover ik weet. En dan gaan we dan. Het stomme ding doet gewoon helemaal niks. Wat de hel? Hoe kom ik hier weer terug? Nou ja, dan moeten we de rest van de aflevering hier maar gaan ronddurpen, I guess. Dat is helemaal niet erg. Maar het is niet wat ik verwacht had. Dan hebben we de volgende aflevering dat we pas de baboet kunnen plaatsen. Die doen we dan wel even uit de kist halen. Hey. Dank u. Die is voor mij. Ja, we kunnen nog... we hebben nog één... Dit is de mammoet. Die houden we daar. We hebben nog één safari net over. Ik wil niet nog een mammoet. Nee. My god, waarom zijn jullie zo gigantisch groot? Wat kunnen we nog meer vinden dan? Ja, jullie zijn... Jezus, ze zijn echt kapot groot. Dus niet de proportie met de stegosaurus. Oeh, een vulkaan. Misschien zijn daar wel heel speciale beesten. Of totaal niet, ik weet het niet. Nog meer woolly mammoets. Hallo, vulkaan. Wat is het voor spul? Chunko head. Zeg wat? Chunko wat is? Wat kun je ermee? Chunko head? Van Tropicraft. Rare naam. En hier beneden dus... is de vulkaan. Oké. Ja, oeh, mooie bomen. Maar we kunnen er alsnog niks mee. Is het een nieuw soort hout? Want dan ga ik hem bakken. Wat ben jij voor soort hout? Mahogany. Dat is wel een mooie kleur. We hebben alleen helemaal geen bijl. Dus het moet even met de hand. Dat is wat zij zei. Kom op jongens, even hout hakken. Mahogany. Hallo, heb ik het nou gehakt of niet? Ja. Welke kleur hout geeft dit? Junglewoods. Waardeloos dus. Nou, wat zullen we doen? Zullen we hier dan maar een soort van basis maken of zo? Zodat we in ieder geval iets kunnen. Right? We moeten toch iets. Sure. Dan gaan we hier denk ik even... Of vlak... We moeten vlak bij de base zitten. Niet hier. Want dan weet... Of we pakken deze. De Sabercat. Of we pakken de Stegosaurus. Ik heb de Stegosaurus gepakt. Sorry! Ik weet niet of het de bedoeling was. We hebben nu twee dikke vette dino's die we in Marnixhuis gaan plaatsen. Ik vind het helemaal dope, die netten. Nou, daar ergens verderop is dus ons... Ja, jullie hurpen-durpen echt veel te veel. Hier komen er nog twee. 3, 2, 1. Hup. Waar is de andere? Daar. Nice man. Hier is het dus. Dus wat willen we dan? Wat is dat? Een spotted ree. Ben ik dat nu? Oh my god, I'm so elegant. En die kunnen dus heel snel zwemmen, wat gaaf. Dit is nou een boot. Even serieus, dit is sneller dan vliegen, of niet? Wow, ja, dat is echt sneller. Het is gewoon een soort bootje of zo. Oké, dat is op zich nog best wel leuk. Hallo, meneer de T-Rex. Eet me niet op. Goed, we gaan weer even terug naar de... En hij drijft ook op een of andere manier. Kun je niet duiken, vriend? Oh, jawel. Oh my god, dat is zo cool. Hop. Laten we toch weer even de vleermuis worden. We komen hier gewoon simpelweg niet weg. Hup. En... vleermuis. Nice. Ja, we zouden hier een eilandje kunnen maken, I guess. Laten we dat doen. Hebben we daar stenen voor? We hebben helemaal niks! Dan moeten we even graven, I guess. Sure. We kunnen hout pakken. We kunnen... Ja, we kunnen... Ik weet niet wat we kunnen. Ik ga wel eerst wel even resources verzamelen. Kunnen we hier mooie blokken van maken? Van de bamboe? Kun je die herplaatsen? Je kan ze gewoon herplaatsen. Dat is wel vet. Maar we hebben er helemaal niks aan. Ja, ik heb geen bijl meegenomen. Waarom heb ik dat niet? Ik heb een hele mooie schep. Wat is dit? Necrotic bone? Oké. Dit kunnen we doen. Maar dat is het ook wel. Fuck it. Ik ga hier gewoon lekker graven. Dit is mijn eiland, bro. Eerst door al dat zand heen natuurlijk. Oh. Duurt lang. Zeg, wanneer is het eind? Oh, daar. Hier zo. En graven. Hier hebben we de resources. Waar we altijd op zitten te wachten. Kool hebben we helemaal niks aan. En we moeten eigenlijk dus gewoon pineapples gaan zoeken. Maar die, hoe vind je die hier? Iemand? Moeten we anders maar doodgaan met al onze spullen? Is dat dan een optie? Gewoon doodgaan? Moet kijken hoeveel fossils hier hebben. Dat is logisch natuurlijk ook, maar... echt kapot veel. Lekker muziekje, hè, trouwens, jongens. Ja, is dat een like waard? Dacht ik ook wel. Gewoon even doen. Gewoon doen. Al heb je het nog niet gedaan, dan doe je het nu even. Omdat je het gewoon ook een lekker muziekje vindt. Ik vind het ook. Dit is trouwens weer een mine-aflevering geworden. En we zouden gaan pranken. Wat is dit? We gaan weer terug. Hebben we nou wat resources? Een beetje kobbel. Het is genoeg voor een soort van eilandje, I guess. Wat een rot aflevering is het geworden. We zouden even dinosauriërs ophalen. Nou, dat is gelukt, hoor. We gaan hier gewoon een bruggetje maken. Dan doen we het wel mooi. Kijk dan. Ziet er toch vet uit. Maar dan hebben we geen hout meer. Shit. Dit spul. Fuck it! Ik ga mezelf wel even proberen terug te laten tp'en door Abel of door Roland of zo. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar jullie hebben het gezien. Ik heb het tot 2 of 3 keer toe geprobeerd en het lukte gewoon niet. Ga daarin! Teleport! Ik wil terug naar de normale wereld! Wat is dit? Dit is niet eerlijk! Je should drinken pina colada voor teleporting. Oh, echt waar! No shit! Dat heb ik gedaan, maar het wil bij de Waddle Dee niet. Nou, bedankt voor het kijken in ieder geval, jongens. Laat een like even achter. Je weet het, jij kan de volgende keer als Armorstand te zien worden daar in mijn huisje. Ik heb er nog een paar plekken over. Een stuk of 6, 7 zou ik ongeveer zeggen. Dus laat even je username achter. Liken, abonneer op DDC. En tot de volgende keer. Later.